Ik zat in de trein. Als ik in de trein zit, kijk, dan vind ik het dus heel lekker om iPod-oortjes in te doen en de muziek niet aan te zetten. Vind ik lekker. Niet dat ik mensen wil afluisteren, dat is puur vanuit oprechte interesse in de mensen om me heen. Ja, ik heb ook een soort systeempje. Als mensen dan naar mij zitten te kijken van, hè, zit hij me nou af te luisteren? Wat ik dan doe is knikken op de maat van niet bestaande muziek. Ik heb er wel over nagedacht. Ik zat in de trein, ik zat in zo'n vier zitten en tegenover mij zaten twee van dit soort meisjes, ik denk een jaar of 13, 14, zoiets. En een van die meisjes die kreeg een WhatsAppie en die las dat, toen moest ze een beetje giechelen. En toen hoorde ik dat vriendinnetje van haar meteen zeggen, oh Joyce, wat krijg je nou weer voor leuks? Ja, nee, niks, gewoon wat kleins, sms'je van Jeffrey. Oh, wat leuk, wat stuurt hij? Ja, nee, niks, gewoon wat kleins hoor, ga ik echt niet zeggen. Ja, zeker wel dat je het gaat zeggen hoor, zit nog vet lang in deze trein, weet je wel, zit vet lang in deze trein. Ja, nee, maar ik ga het niet tegen je zeggen hoor, it's private, I'm like, no. Yeah, but yeah, je gaat het zeker zeggen, we zijn beste vriendinnen, vertel gewoon, joh, kut. Nou, weet je, zijn ouders zijn een weekend weg en of ik dan de avond langskom, want dan mag ik bij hem thuis slimmen. Hè, slimmen? Wat is dat dan? Ja, dan doe je een tampon, eerst in de wodka en dan in je kutje, word je supersnel dronken en niet dik. Nou, afgaande op de reactie is Delft niet heel erg onder de indruk. Zag een paar vrouwen nog net geen aantekeningen maken. Ik dacht sowieso, dit werkt helemaal niet. Ik bedoel, een tampon net uit de verpakking, tuurlijk, dat schiet je zo naar binnen. Doe je dat eerst in de wodka, dan wordt een soort spons, dan moet je gaan lopen deppen. Weet je, ja, als dat de bedoeling is, pak dan een maandverbandje, 4, 5 verschillende soorten drank, parapluutje erin, heb je cocktailtje. Ja, toch? Tuurlijk. Maar ik had vooral knetterveel plaatsvervangende schaamte. Ik had rode vlekken in mijn nek, in mijn gezicht. Dit was één grote rode bal. En het stomme is dat die meiden hadden gezien dat dat gebeurde, maar die hadden niet door dat dat was omdat ik gehoord had wat zij zeiden. En dat wist ik vrij zeker, want een van die meiden zei, oh, by the way, check die tomaat op 12 uur. Oké, knikken op de maat van niet bestaande muziek.